Goedemorgen, het is vrijdag en wij gaan eventjes een cadeautje kopen, want we gaan zo op kraamvisite. En ik wist eerst nog niet of ik kon gaan, want ik wist niet of ik waterpok had gehad. Dat wil zeggen, mijn moeder dacht van wel. Oh ja, want mijn broertje heeft het gehad uit. Ik heb het even gedaan. Wat goed, Niels, dankjewel. Dat wil zeggen, mijn moeder wist zeker dat mijn broertje dat gehad. Maar niet dat ik het had gehad. En dat, die kans is vrij groot, want het is super smettelijk. Maar nee, we gaan op mama's fiets eerst. Dan straks op jouw. Oh. Maar mijn broertje had het dus in ieder geval gehad. Maar van mij wist ze niet zeker. En we gaan op kraam zitten. Maar dat dochtertje, dus niet de baby, maar dat andere kindje. Ja, de sjaal van papa. Die heeft het nu. En ik wil heel graag dat Niels het krijgt. Voordat de baby komt. Ook een sjaal. Ja, mama, deze aan. En deze? Jij hebt ook een sjaal, hè? Ja, mooi. Maar goed, ik heb bloed laten testen en ik heb het gehad, dus we kunnen. Ga eerst een cadeautje kopen, hè, Niels? Ja. Ja. We zijn in de Big Bazaar, die is blijkbaar helemaal vernieuwd hier. We hebben al een cadeautje gekocht. Niet bij de Big Bazaar, maar nu gaan we hier eventjes kijken wat ze hebben. Niels zit ondertussen een banaan. Ja. Het is voor sporten. Nou, we hebben al een mandje. Met een roze mandje erin en een stok van mittens. Oh, moppie. Ga maar die kant op. Niels bestuurt de wagen. Oh, hier hebben ze die ook. Dat is mooi. Deze billendoekjes heb ik altijd voor Niels, maar ik heb net nieuwe gekocht. Oh, deze moet ik ook hebben, Niels. Een nieuwe. We zijn onderweg naar de kraamvisite. En ik heb het daar niet gefilmd. Maar wij liepen in een winkel. Of tenminste, ik liep langs een winkel. En ineens zag ik daar deze super vette poemaatjes in de sale. Komt er een auto aan? Nee. Oké, kom maar. Hoe vet zijn die witte poemaatjes? Niels de maat. 50% korting. Helemaal fantastisch. Ik had Sven een foto gestuurd, die stuurde awesome. Dus nou, die nieuwe schoenen. Ik dacht ook, laat ze gewoon aan, hoef ik niet die andere schoenen weer aan te trekken. Ja, we zijn er bijna. Helemaal blij. Hier zit een lekker broodje ei gemaakt. Lekker, hè? En thee met honing en melk. Nou, ik heb gewoon een omeletje. Dit is wat ik uiteindelijk kocht bij de Big Bazaar. Deze stickers voor Niels, want die is gek op stickers plakken. Deze Swiffer Duster, spectaculair. Nieuwe handgel, die heb ik al op Niels' kamer staan voor het geval dat ik een geëxplodeerde portuil heb. En eerst heb ik nog helemaal aan moet leveren dat ik iets kan wassen. En dan twee van deze leuke roze mandjes. En ik kocht dus bij een random andere winkel ineens die vette witte puma's voor Niels. En nog dit hengelding voor mittens. Ja, voor jou mittens. Dus dat. En kraamvisite was heel gezellig. En nu is het bed uit voor Niels. Oké. Dus die ga ik zo even naar bed brengen. Druk op de knoppen. Ik zit inmiddels bij mijn ouders. Mijn moeder is even aan het lezen hoe de airfryer werkt. Ze hebben een airfryer gekocht. Dus daar gaan we vanavond frietjes uit eten. En Niels is boven, ik weet niet, met opa, iets met muziek. Ik hoor van alles. En ik ga even weer op onze vakantiemissie, want dat schiet ook nog niet erg op. En we zijn even naar de supermarkt geweest, we moeten wat dingetjes halen. Dus ja, en die hou je heeft geslapen, natuurlijk niet heel belangrijk. Ik heb gewoon op mijn kont gezeten. Dus nou ja, eens even kijken of ik een vakantie kan vinden. Lesje open. Ja, kom aan. Maar heel goed, zo ben je de rits aan het oefenen. Ja. Oma koud. Ja, ik heb oma sjaal om. Koud. Ja, ga je erom lachen? Ja. Want we zijn bezig met eten, maar de airfryer heeft even een gebruiksaanwijzing. Maar het staat aan. De biefstuk zit in de pan. Goedenavond, ik zit lekker op de bank. Nu zit ik in bed. Het is nu iets over 8.
Ik heb even make-up eraf gehaald. Joggingbroek aangedaan, alles. En ik ga zo meteen hier aan beginnen. Daar had ik nou echt zin in. M&M's eet ik echt bijna nooit. Sowieso. Ik hoor wel eens dat zeg maar, mensen een hele zak chips, hele zak M&M's, hele zak koekjes. Nou, dit zou mij echt nooit lukken. Gewoon niet. Nee. En ook niet een heel pak koekjes of een hele reep chocola. Dat kan ik niet. Zeg maar, dan ben ik veel te misselijk. Ik weet nog wel dat toen ik echt nog heel jong was, dan haalden we wel eens in de pauze van school of zo, zo'n reep. Hoe heet dat ook weer? Van die Codor chocolade met van die vudding. Nou, dan word ik onpasselijk als ik er nu aan denk. Want dan aten we dus wel zo'n reep. Maar dan was ik daarna de rest van de dag zo behoord. Maar iedereen at zo'n reep. Dus dan deed je dat, want je was jong en dan dacht je dat dat een goed idee was. Maar, of nou, je dacht denk ik niet dat het een goed idee was, maar omdat iedereen deed, deed jij het ook. Maar ik word daar gewoon zo misselijk van. Nee, dat is echt niet leuk. Nee, zo'n halve zak zou misschien nog lukken op een goede dag, maar nee. Maar ja, ik ga lekker op de bank zitten. Ik heb er heel erg last van steken in mijn bil. Dus ik blijf even zitten vanavond. En zo meteen is Louis Theroux. Dat vind ik altijd wel heel interessant. Het heet er nu iets van difficult brain of zoiets. Mensen die hersenletsel hadden of zo. Nou, goed, heel fascinerend. Dus dat ga ik zo kijken. En Sven is heel laat vanavond. Sven heeft een feestje van zijn werk waar Dries Wolf in komt. Ja, dus dat zal wel leuk worden. Morgen hebben we niet zoveel. En zondag komen onze buren langs. Een van onze buren is architect. Die kijkt ook even mee hoe we dat handig kunnen doen met Niels zijn kamer splitsen. Want volgende week komen er ook aannemers langs om offertes te maken. En 's middags komt mijn beste vriendinnetje... En mijn beste vriendinnetje op de basisschool komen langs. Dus dat is wel heel leuk. En dat zijn ook goede vriendinnetjes van elkaar. Dus heel veel zin. Maar morgen hebben we gewoon een relaxed dagje. Ik wil eigenlijk weer een aantal opruimklussen doen. Maar ik weet niet of ik daar Sun toe kan verleiden. Maar volgend weekend is hij op Wintersport. Het weekend daarna ben ik naar Londen. Dus ja. Goed. Anyhow, genoeg geluld. Ik ga eventjes op de bank. Niks doen. Ik sta net op schoot, maar nu ligt ze heerlijk in het hoekje. Het is ook niet fijn als je bij een zwanger op de blaas gaat zitten natuurlijk. Wat ik net aan het zeggen was, en toen bleek mijn SD-kaart vol te zijn. Wat ook niet zo gek was, want die had ik al lang moeten legen, maar ik was dat weer vergeten. Is dat ik wel echt redelijk kapot ga van die pijn in mijn linkerbil. Echt, herkent iemand dit? Let me know. Wat zijn je tips? Vooral zeg maar op het moment zelf. Wat moet je doen? Want zeg maar, bijvoorbeeld als ik opsta, dan val ik bijna weer zeg maar in mijn stoel. Of waar ik dan ook dat, bijvoorbeeld de bank zeg maar. En dan kan ik ook niet meer goed bukken. Dus zeg maar als ik dan iets op wil pakken. Zoals net wilde ik mijn theekopje oppakken. Maar dat doet dan echt zo'n zeer. Zo raar. En ik heb echt best een hoog pijngrens. Dus ik denk wel, oké. Ik ben nu 17 weken zwanger. Hoe gaan we dit aanpakken de komende, nou ja, het komende bijna half jaar? Het moet iets te maken hebben met mijn zwangerschap. Ik denk dat het mijn bekken is. Als ik op lees, dan is het of zwangerschapsischias, zo, dat is iets met je zenuw of met je bekken. En aangezien mijn bekken een behoorlijk optoffen van ronde 1 heeft gehad, zou dat zomaar kunnen. Maar ik weet het niet. Ik heb de bekkenbodemfysio gebeld. Maar die moeten mij nog terugbellen. De dokter zei dat ik geen verwijzing nodig had. Dus nou ja, oké. Maar goed, als iemand tips heeft, let me know. Kijk. Wat moet mama doen? Goedemorgen, het is zaterdag en Niels en ik zijn aan het ontbijten. Sven die vroeg om een Sam-Sam weekend, dat hij dus vandaag kan blijven liggen en ik morgen. Zal ik waarschijnlijk morgen al wakker zijn, dus ik heb er niet heel veel aan, maar mijn moment komt nog wel.
ik wil hem wel niet al te laat wakker maken, want ik wil vandaag met z'n drieën, het liefst wil ik naar Monkey Town, want ik heb het idee dat Niels enorm behoefte heeft aan klimmen. En dit is zeg maar de enige dag de komende 3 weken dat we echt even iets met z'n drieën kunnen gaan doen. Dus vandaar. Niels heeft lekker ontbijtje, ik heb lekker ontbijtje, zeg je net lekker eten. Hé Niels? Ja. Ja. Wij gaan naar Monkey Town en even wat dingen... Ja, schaapje is wakker. Even wat dingen bij de vuilsoort wegbrengen. Om maar een begin te maken. En toen gingen we naar Monkey Town en toen vergat ik de camera mee te nemen. Maar het was heel leuk, Niels vond het fantastisch. We hebben eventjes ons afval weggebracht, allemaal dingen. Hey Mittens. We zijn nog lang niet klaar, maar het was in ieder geval fijn. En nu gaat de waterkook aan. Ja, Niels vond het echt heel leuk. Zo grappig om te zien, we zijn er echt nou, een week of een jaar geleden of zo geweest. En toen vond hij het ook heel leuk, maar nu kan hij gewoon veel meer. Dus goed, nu gaan we even zitten. Niels ligt in bed. Nu gaan we even relaxen. Ineens zit ik me te bedenken dat ik in de vlog nog niet eens heb verteld wat het geslacht van de baby in mijn buik is. Dus bij deze ga je het zien. De buik. En daar zit in. Een baby girl. Dus ik ben nu wat roze dingetjes en die ga ik eventjes daar bovenop zetten voor nu. Daar ga ik uiteraard nog plek voor maken. Maar dat komt allemaal bij de kamerswitch wel. Dus ja, als je de gender reveal nog niet gezien hebt, dan weet je het bij deze. Dit is echt vet schattig. Dit heb ik van de schoonmaakster van mijn moeder gekregen. Deze drie. Dit heeft de moeder van Sven gemaakt. Dit heb ik van de buurvrouw gekregen. En hier is de kleertje die ik zowel van mama als van mezelf als van de buurvrouw heb gekregen. Dus yay! It's a baby girl! Nou, hier stonden allemaal wasmanden en die heb ik allemaal naar het grof vuil gebracht. Dit is al Niels zijn bedje. Die hebben we van zijn oom en tante gekregen omdat zijn nichtjes er niet meer in slapen. Met schaapjes, gewoon van Ikea. Dus ze sliepen ze alleen als ze er gingen logeren. Dus dat is fantastisch. Helemaal blij mee. Ja, en dan is nog de missie om dit natuurlijk straks allemaal op te ruimen en ergens te laten. Maar goed, dat is voor later. De mannen zijn even in de supermarkt en een rondje fietsen. En dan ga ik eventjes heel hard de muziek aanzetten. En even opruimen, schoonmaken van de dingen die we nu nog niet gedaan hebben. Want zo ziet het er leuk uit. Maar als ik omdraai... Ja, nieuws. Zo, alles is opgeruimd. Sven en Niels zijn weer terug. Dat wil zeggen, Niels zit nu even achter de tv, want Sven is even gaan hardlopen. Ga ik nog even deze bult kleding opruimen. En dan is het dat voor vandaag. En dan komen de boodschappen alweer. Maar het is altijd wel fijn als je even zo'n uurtje, nou het was geen uurtje, misschien een half uurtje, echt even kan doorpakken. Dan ga ik altijd best wel snel. Kan op zich wel snel opruimen en zo. Dus ja, is wel lekker. Dat moeten we vaker doen op zondag. En dan heb je gewoon echt even dat je een momentje kan doorgaan zonder dat een kind aan de stofzuiger trekt of iets in de gaten moet houden. Of, nee. Nu zit hij gewoon even lekker voor de tv, dat is natuurlijk... De hele Monkey Town is natuurlijk super leuk, maar het is ook wel zo druk voor hem. Ik moet ook wel zeggen dat ik heel erg moe ben. We hebben net Wie is de Mol gekeken.
En ik sta echt zo ver op kop in de app, in ons poeltje. Nog nooit meegemaakt. Ik heb al mijn punten nog. Ik klop dit even ergens op af. En ja, I love it. Nou, is ook wel leuk. Dat je... Nee, het is... Nou, het is echt opvallend dat ik gewoon nu nog allemaal punten heb. Maar dat betekent echt dat ik exorbitant hoge aantallen punten nu op personen moet gaan zetten. Waar ik echt nog totaal niet zeker van ben. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Ik kan niet meer. Het is echt nog heel vroeg. Maar ik ben zo moe. Ik heb zo'n pijn aan mijn bil weer. Ja, het is wel zeg maar. Ik heb het idee dat het met name 's avonds is. Dat betekent dat het komt als ik te veel gedaan heb. Want het is veel erger na dagen dat ik vrij ben. Lees dus veel meer nieuws doe. Dan dagen dat ik gewerkt heb. Dus belangrijke constatering. Maar daar baal ik wel een beetje van. Ja, goed, niks aan te doen. Ik ga lekker slapen. Ik zie je morgen. Goedemorgen, het is zondag. Niels heeft pannenkoek gebakken met een gezichtje erop. Oh, even wachten Niels. Even wachten, even wachten. Wij, tenminste wij, Sven zit, heeft Ajax zitten kijken. En ik heb de laatste aflevering van Big Little Lies gekeken. Echt een super goede serie. Wel heftig, niet voor jonge mensen. maar echt super goed. Nu ga ik nog even aan de site. En dan ga ik straks met vriendinnetjes even lekker theetjes drinken. Ik heb wel een beetje beloond uit. Oh ja, ik weet niet of ik het zeg. Maar de onderburen waren nog even langs geweest met hun tweeling. En nou ja, pannenkoekgebakken hebben jullie gezien. Dit is limonade, jongens. Geen paniek. Het is gewoon framboze limonade. Maar het ziet er wel heel festive uit. Met munt en er zit ook bloem in, maar die zie je denk ik gewoon niet meer. Ik zit weer op de fiets, maar ben helemaal vergeten te filmen. Maar we gaan nu naar huis. Niels al even aan de telefoon gehad, die was aan het meekoken. Ik ben weer thuis. Mijn mannen hebben lekker gekookt. Niels heeft ook gekookt. Hé Niels? Met papa. Met papa, ja. En we eten Tiroler Christel. En zo ziet het eruit. En Niels heeft ook een heel mooi bordje. Oh. Niels en ik gaan even lekker in dit schuimbad. Heb je er zin in, Niels? Ja. Mama ook in bad? Mama ook in bad, ja. Samen. Samen, ja. Gezellig, hè? Kijk. Ja, bretels. Ah, wat je zo doen. Ja. Oh, het zit mijn haar wild. Ik ben net lekker in bad geweest met Niels. En dat vind ik altijd heel gezellig. Meestal gaat Sven met hem douchen. Douchen durf ik niet met hem, dat vind ik eng. Ik ben bang dat ik hem laat vallen of zo. Nou zitten ze nu tegenwoordig allebei dan op de grond. Maar ja, nee, ik vind douchen toch een beetje spannend. Maar in bad daarentegen vind ik heel leuk. Maar ja, ik vind het meestal... hij moet ook niet te vaak natuurlijk. Want dan wordt zijn huid te droog. Hij heeft al een hele droge huid. Dus we doen het eigenlijk in principe alleen maar na... in de dag verblijf. Maar, en dat is 2 keer per week. Maar goed, soms in het weekend gezellig even samen onder de douche of in bad. En daarvoor was ik lekker drankjes doen met vriendinnetjes, zoals je hebt kunnen zien. En daarna gewoon gegeten. Goed, goed verhaal. En dat is het denk ik ook alweer voor vandaag. Ik zit nu eventjes op de bank tv te kijken. Ik wilde eigenlijk heel graag nog sporten dit weekend, maar ik heb zo'n pijn aan mijn bil dat ik niet weet of het slim is. En dat had ik voor ging het ook al. Dat maakt het wel een beetje... Ja, nou het is natuurlijk niet dat ik niet beweeg. Ik beweeg denk ik eerder te veel dan te weinig. Maar ja, ik wil graag gewoon ook sporten. Dat voelt goed. Maar goed, dat ga ik eerst maar even met een fysiotherapeut overleggen of dat een goed idee is. Maar Sven is nu wel even sporten. Die is nu hardlopen. En daarna gaan we lekker samen met nog even een serietje kijken. Dus ik sluit hem bij deze weer af voor deze week. Volgend weekend is Sven op vakantie een lang weekend met zijn werk op windsport. Weekend erop ga ik naar Londen, dus ik mag niet klaar. Hè? En Niels gaat een deel van de tijd uit logeren.
Dus ja, maar goed, ik neem jullie gewoon volgende week weer mee. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden deze week. En ja, ik ben heel benieuwd. Hadden jullie het geslacht geraden? Ja, ik, op het moment dat ik dit vertel, weet ik natuurlijk nog helemaal niet de reacties op de gender reveal. Dus het is wel heel, ja, heel spannend. Ik ben echt heel benieuwd. Ik, ja, ik ben heel, heel benieuwd. Maar de laatste tussenstand is dat mensen redelijk gelijk zaten, jonge meisje. En ja, ja, meisje dus. Goed, genoeg gelachen. Ik ga lekker op de bank zitten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgend weekend. Doeg!